Jordi Hilterman, als jij, of denk jij dat je vanavond nog even Katwijk ingaat? Want volgens mij word je nou op schouders gedragen. Ja, we gaan zeker Katwijk nog in. We gaan nu met de groep naar de kantine toe. En daar wordt een mooi feestje gebouwd. Dus ik denk dat het nog wel tot laat kan gaan duren. Ja. Met dat feestje waren jullie volgens mij net al aardig bezig na de wedstrijd, toch? Ja, dat klopt, ja. Maar de supporters moesten geloof ik als eerste weg. Zodat ze meteen naar de kantine toe kunnen komen. En dan gaan we daar verder. Hoe tof is deze dag voor jou, matchwinner worden in de derby? Ja, eigenlijk, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het begon eigenlijk op de training al. Dat supporters komen kijken met vuurwerk en toezingen. Het is voor mij voor het eerst dat ik het meemaak. En ja, zo'n wedstrijd dan met een doelpunt bekronen is hartstikke leuk. Wat vond je van de wedstrijd zelf? Ja, eigenlijk in de eerste helft komen we 1-0 voor. Dus vind ik dat we de bovenliggende partij zijn. Eigenlijk moet je gewoon 2-3-0 maken. Misschien hebben we niet de grootste kansen gehad om de doelpunten te maken. Maar we voelden in het veld wel dat we gewoon een overgewicht hadden. En ja, als je dan zo'n tegendoelpunt tegenkrijgt vlak voor rust, dan ga je wel met een klote gevoel de kleedkamer in. Ja. Maar ja, dan maak jij hem. Wat gebeurt er dan met jezelf? Ja, ik zat niet zo lekker in de wedstrijd zelf. Dat voel ik al een paar weken. Dus het was wel gewoon lekker dat ik hem, hem binnenschoot. En zo werkt dat met spits. Als je slecht speelt en je schiet hem erin, dan heb je alsnog een belangrijk doelpunt gemaakt. En toen gelijk naar de fans toe gerend volgens mij? Ja, zeker. Dat heeft wat. Het maakt ook wat in je los natuurlijk. En wat ik al zei, het is gewoon fantastisch. Zo'n supportersgroep achter je. Dat kunnen maar weinig voetballers zeggen op dit niveau, denk ik. En Katwijk kan blijkbaar zonder Marciano Mengerik. Nou, dat denk ik niet hoor. Nee, natuurlijk. Het is hartstikke belangrijke speler om erbij te hebben. En dat zoveel scorend vermogen, dat is niet normaal. Maar we hebben het vandaag goed opgepakt inderdaad zonder Marciano. Dus, En je zei, dit was mijn eerste keer inderdaad, zo'n derby. Als je nu erop terugkijkt, jullie moeten natuurlijk nog straks de kleedkamer nog even in. Even douchen, straks naar de Krom. Maar hoe kijk je er op dit moment op terug? Ja, heel mooi gevoel. Heel mooi gevoel. Wat ik al zeg, wel een klein smetje dat ik gewoon niet lekker voetballend gedeelte, daar baal ik nog wel van. Maar dat is ook weer een beetje wat aan mezelf ligt, dat ik niet zo snel tevreden ben. Maar ik weet zeker dat het straks ook gaat komen en dat er dan nog meer doelpunten aankomen. Ja, maar ik denk dat dat gevoel ook, dat je nu even niet tevreden bent, als je zo meteen op de Krom staat, dan ben je dat denk ik ook wel vergeten, toch? Natuurlijk, spoel je zo weg natuurlijk. En de overwinning helpt daar natuurlijk heel veel bij. Dus ik ben over het algemeen gewoon toch wel tevreden. Ja, tuurlijk. Want als jij morgenochtend wakker wordt, dan staat er 3 punten voor Katwijk. En dan winnen de doelpunt van jou. Ja, zo is het. En zo werkt de voetballerij. En dat heb ik lang meegemaakt. En dat blijkt maar weer. Gefeliciteerd, Bob. Top.